Henk, hoe staat het kopje erbij? Ja, dat was al de afgelopen weken waren natuurlijk niet prettig. Nee, want een paar teleurstellende resultaten op een rij. Wat doet dat dan met jou? Ja, met mij is het niet zo relevant. Het gaat natuurlijk om de ploeg wat er gewoon even niet lekker in zit. En dat moet er natuurlijk heel gauw weer veranderen. Ja, hoe ga je dat dan doen de komende week? Hoe ga je dat veranderen, dat gevoel? Nou ja, dus veel met elkaar te praten en veel dingen proberen waar de sfeer iets beter van wordt en waar we ons iets comfortabeler voelen. En daar trainen we in ieder geval elke dag op om het iets beter te laten te zijn allemaal. Nou ja, lang strijd je wel mee om directe promotie. Dat lijkt nu wel uit zicht. Hoe ga je die komende 6 wedstrijden dan, hoe ga je die aanvliegen? Nou, ik denk als een voorbereiding moeten we gewoon weer kijken hoe wij het beste voor de dag kunnen komen in de play-offs. Is er nu ook een bepaalde druk weggenomen doordat je weet dat het waarschijnlijk niet gaat lukken om direct te promoveren? Nee, want in principe willen we zo met dit elftal willen we denk ik zo lang mogelijk willen we meedoen om promotie. En als dat dan niet lukt, misschien praat ik alleen voor mezelf, maar dat verandert bij mij niet zo superveel. Want ik wil nog steeds zo hoog mogelijk eindigen. En ik denk ook dat het beste is om de play-offs in te gaan. Met in ieder geval nog een bak vertrouwen ergens vandaan, denk ik. Nou ja, dan heb je het over de prestaties van het team. Voor jou persoonlijk is er ook nog iets te halen. Een topscorerstitel. Ben je daar nog mee bezig of maakt het je niet uit eigenlijk? Nou, daar ben ik in principe niet mee bezig. Maar het zou een leuke bijkomstigheid zijn. Maar we gaan wel zien hoe ver we komen. Je weet in ieder geval hoe het is om te scoren tegen Cambuur. Vorig seizoen met Volendam maakte je daar doelpunt. En daarvoor ook met Heerenveen. Ja, vrijdag weer? Ja, laten we het open. Nou, Cambuur is in ieder geval een ploeg die relatief veel goals tegenkrijgt, maar ook veel maken. Hoe schat jij ze in? In Den Haag hadden we het gewoon heel erg moeilijk met ze. Dus hoe ze het op dit moment doen is in principe niet zo super relevant. Want wij zitten er ook niet zo lekker in. Dus we moeten... Wij moeten ons beste spel laten zien om het daar zo moeilijk mogelijk te maken in ieder geval. En dan weet je dat ze wat goals tegenkrijgen. Nou, de laatste twee wedstrijden hebben ze dat een stuk beter gedaan. We gaan het wel zien. In ieder geval zou een zegen voor het gevoel wel even lekker zijn. Dat zou voor ons in ieder geval enorm meehelpen, ja.